Diwali of het lichtjesfeest hoeft niet alleen gezien te worden als het overwinnen van het goede op het kwade of van het licht op de duisternis. Maar voor Diwali 2022 moet de mens proberen om zich ver te houden van al het negatieve. Een van de vele boodschappen van Nitin Yagbandhan, voorzitter van de Senatendarum Mahasabha Suriname. In gesprek met onze nieuwsdienst. Yagban geeft aan dat die uitgangspunten meer op een cliché beginnen te lijken en dat er anders gekeken moet worden naar deze feestdag. Onze omgeving moet altijd schoon en rein blijven. Ja? Want een rein milieu, een schoon milieu, is dan het teken van een schoon en rein geheugen en bewustzijn. Dat is een voorwaarde. Want met een slordige omgeving ga je niet vooruit. Een slordige omgeving is een voedingsbron van bacteriën, van virussen, van ziektes. Ziet u hoe ver Diwali gaat? En natuurlijk hadden we ook de kringkondreactie afgelopen september. Maar ik zeg dat dit ook een moment moet zijn, toch? Van besef dat we ook onze omgeving gaan schoonmaken, schoonhouden. En dat we ook beter, verantwoordelijker omgaan met ons milieu. Want dat is nu een heel groot probleem. Niet alleen in Suriname, maar op de hele wereld. Ja, maar dan is de mening toegedaan dat de mens niet alleen rond Diwali zijn of haar omgeving moet schoonmaken, maar het gehele jaar door. Wat belangrijker is dan dit, is los van de woorden, dat we het ook moeten terugzien in onze handelingen. Want als geestelijke, als voorzitter van Senatendarum Mahasabha Suriname, merk ik dat zaken veel met de woorden worden gebezigd, maar die handelingen eigenlijk achterblijven. En Diwali is dan ook een moment dat we tot het besef komen dat we niet alleen moeten praten, maar we moeten ook werkelijk dat gaan doen. Een belangrijk aspect van Diwali is ook, de godin Lakshmi staat hierbij centraal. En zij personificeert schoonheid, reinheid, netheid, toch? Wat we ook zeker moeten meenemen met Diwali is dat we niet alleen het innerlijke van ons moeten gaan reinigen, gaan verschonen, maar ook het uiterlijke, onze omgeving. Anno 2022, kijk wat er gebeurt met Suriname en ook met de wereld. Met klimaatverandering, met milieuvervuiling. Diwali is ook een feest van hoop, geduld en positiviteit, waarbij het leven van twee kanten gezien kan worden. Alles heeft een tegenovergesteld en dat moet altijd in gedachten worden gehouden, besluit Yagbandhan.